die is ongeveer voor iedereen. Hè. Ik weet niet, er rijden een aantal miljoen auto's door Nederland. En de watersport is toch meer een vrije tijdsproduct. Dus je ziet dat daar die ontwikkeling iets minder de noodzaak voor is. Alleen wat ik zeg, we maken daar nu een mooie grote stap in. Doordat al die elektrische modellen die nu op de markt komen. Dat gaat heel hard op dit moment. Wat je ziet is dat de werven, maar ook veel installateurs die zeg maar hermotorisering doen, dat die al steeds meer elektrische aandrijvingen of elektrische boten kant-en-klaar gaan aanbieden. Geen trillingen, geen geluid, geen uitlaatgassen. Maar het is ook een vrij simpele installatie. Hè. Je hebt geen uitlaat meer, geen benzineleidingen, je hoeft niet meer te tanken. En stroom is er aan het water heel veel. Dus je kunt, elke haven heeft je walstroom, dus je hoeft alleen maar in te pluggen en je bent weer vol. Als het echt om snelvaren gaat, daar zitten we in een lastiger gebied. Dus speedboten, dat kan wel, maar dat hou je niet zo lang vol. Ja, het nadeel wat natuurlijk voor alle elektrische producten er is, is dat het op een gegeven moment weer opgeladen moet worden. Maar ook daarin is die ontwikkeling ondertussen zo goed dat je echt prima een hele mooie dag kan gaan varen. Zonder dat je om de 2 uur hoeft te stoppen om je boot op te laden. Wat voorziet u voor de toekomst? Gaan wij op een gegeven moment met grote vrachtschepen tussen continenten varen op elektriciteit? Ja, dat gebeurt al. Hele grote schepen varen al elektrisch. Bijvoorbeeld cruiseschepen, daar zijn de meeste elektrisch van. Die hebben dan wel generatoren om dat hele hotel van stroom te voorzien. En je ziet meer en meer ferries en vrachtschepen. Daar wordt heel veel mee geëxperimenteerd. Dus er is op dat punt ook in de grote scheepvaart heel veel gaande.